gaat vandaag echt gebeuren. We gaan Blondie verhuizen. Het is vandaag zaterdag en het is al, volgens mij, zo'n 4 uur. 5 uur inmiddels al, zo. Ik ga bijna een weekje op vakantie. Ik ga Blondie heel erg missen, maar voordat dat gaat gebeuren, ga ik nog op mijn dressuurzadel rijden. Ik ben echt heel benieuwd. Er zitten deze keer niet zo hele goede beugels aan. Het waren de beugels die we nog over hadden, maar we moeten nog nieuwe beugels kopen. Komt goed. Ga ik vandaag mee rijden? Zo, ik ben erg benieuwd. Oh, en ik ga vandaag ook nog met kerstspullen rijden. Dat is mijn zadel. Goed zo. Raar. Oh, kijk, er zit hier ook gaten in. Oh, wat grappig. Ik ben in de bak. Ik ga opstappen. Deze keer in stijl. Blondie en ik horen vandaag bij elkaar. Ik heb niet alleen allebei blonde haren, maar ook... Het gaat natuurlijk om het zadel. Zo, ik ga opstappen. Ik ben echt benieuwd. Volgens mij is die wel een heel stuk zachter. Eén, twee, drie. Hoppa. En oh. Zo, dat zit zacht. Goh. Het is vandaag zondag en het is tijd voor iets heel belangrijks. We gaan Blondie verhuizen. Verhuizen naar de Arkenhoeve toe. En alleen Blondie, Verona die gaat ook mee, omdat we vandaag op de Arkenhoeve springen hebben. Maar het gaat vandaag echt gebeuren. We gaan Blondie verhuizen. We zijn op de Arkenhoeve gearriveerd en we hebben een oproep op Instagram gedaan over... dat we grooms nodig hebben. En dan beginnen we hier met de eerste. En wie ben jij? Stacy. Stacy. En hoe oud ben jij? 11. En waar kom je vandaan? Rotterdam. Rotterdam? Zo, dat is best ver weg. En dan wie is de volgende? Kom maar bij. Hoi. Oh. Hi, hoe heet je? Sylvana. En waar kom je vandaan? Monster. En ik ben 11 jaar oud. Ja, leuk. En zij zit bij Luana in de klas. Ja, klopt. Ja, dat is wel erg leuk. Zo. Ik heb een springwedstrijd gehad en het ging eigenlijk best wel heel goed op een paar weigeringen na. En mijn moeder die was echt heel snel en heeft haar eigen parcours bedacht. Zo deze, zo nu en dan een sprongetje erbij. En ja, ik heb Blondie verhuisd. Ik vond het niet heel fijn om er nu weer achter te laten, want het is nu toch wel wat verder weg en ik ga een weekje weg. Dan zie ik er sowieso een week helemaal niet. Dus dat is ook weer jammer. En Ron ook niet. Dus ja, Blondie is echt verhuisd.
Thank you.